Beste kijkers van RTV Horizon, heel hartelijk welkom bij dit verkiezingsdebat in Heesenleende. We gaan met 6 partijen debatteren over 6 stellingen. Wat is hun visie op Heesenleende, op de toekomst van Heesenleende? Hoe moet het verder? Wat gaat er fout? Wat gaat er goed? 19 maart zijn de verkiezingen. Natuurlijk hopen wij dat u allemaal gaat stemmen, wat voor partij dan ook. In Heesenleende zijn 6 lijsttrekkers, 6 partijen. En daar gaan we mee praten. De eerste 2 zitten al aan tafel. Jos van Bree van de VVD, Toon Bosmans, PvdA. Bij iedere stelling zijn er 6 minuten om het standpunt te verdedigen. Ik denk dat we maar eens beginnen met de eerste stelling. Gemeenten die zitten in tientallen samenwerkingsverbanden met andere gemeenten om bepaalde werkzaamheden goedkoper en effectiever te kunnen uitvoeren. Ze zitten zelfs in zoveel samenwerkingsverbanden dat de stelling luidt: Heesenleende moet zo snel mogelijk fuseren met omliggende gemeenten of bij Eindhoven worden gevoegd. Ik begin bij Toon, PvdA. Ja, dankjewel. Het simpel antwoord erop is nee. We gaan niet fuseren, niet met omliggende gemeenten en ook niet met Eindhoven. Dit sluit natuurlijk aan bij de discussie die landelijk is gestart of gemeentes moeten naar tenminste 100.000 inwoners. En wij zijn eigenlijk van mening van niet, omdat voor een aantal onderdelen is het best goed voor te stellen dat je samenwerking zoekt, omdat die onderwerpen, die beleidsvelden wel degelijk groter zijn dan onze gemeente. Maar voor een aantal onderwerpen is misschien onze gemeente zelfs eigenlijk al wat te groot. En dan denk ik met name aan een aantal zorgtaken die ook op ons af gaan komen. Voor de jeugdzorg al op ons afgekomen zijn en na 1 januari 2015 komen er nog 2. En dan is het echt de bedoeling dat je dat, althans wat ons betreft, op wijk, buurt, straatniveau organiseert. Dus veel kleiner dan de huidige schaal van de gemeente. En het helemaal niet logisch is om voor dat soort beleid op te schalen naar 100.000. Maar daar waar het bijvoorbeeld gaat over regionale infrastructuur, of infrastructuur die functie zou moeten gaan krijgen, dan kun je je prima voorstellen dat de gemeente als Heesenleende daar veel te klein voor is. Het voorbeeldje, de ruit rond Eindhoven. Als dat allemaal binnen de gemeente Eindhoven had gelegen, dan had die ruit rond Eindhoven er al lang gelegen. Jos, VVD. Ja, enig idee in hoeveel samenwerkingsverbanden Heesenleende zit? Nou, dat zijn er tientallen. 34. Tientallen dus. ik had ze niet alle 34 op mijn netvlies staan, maar het zijn er veel, dat weet ik. Hè. Ook ja. Veel al in gemeenschappelijke regelingen. Ik ben het volmondig eens met de PvdA. Nee, wij gaan absoluut niet voor fuseren. Wij kiezen echt voor behoud van autonomie. Het is natuurlijk wel zo dat wij op een aantal terreinen te klein zijn om zelf alle taken te doen. Dat is ook de reden waarom we natuurlijk een aantal jaren geleden gekozen hebben voor de A2-samenwerking. Waarbij we nauw samenwerken met Kranendonk en Valkswaard. Het is ook de bedoeling in de nabije toekomst dat alle bedrijfsvoeringstaken ondergebracht gaan worden in de A2-samenwerking, waardoor er uiteindelijk nog meer professionaliteit en efficiëntie gaat ontstaan. Nou speel ik even advocaat van de duivel. Als kiezer stem je op een bepaalde partij met een programma. Maar vervolgens komt die gemeente in allerlei samenwerkingsverbanden en moeten ze compromissen sluiten en moeten ze zich aanpassen. Wat is dan nog dat programma waard? En waar heb je eigenlijk op gekozen? Nou, veel van de programma's die worden natuurlijk, tenminste dat is mijn waarneming, ook bij andere politieke partijen, die worden natuurlijk vaak ook in regioverband met elkaar overlegd en besproken. En dat geldt, dat geldt ook voor de VVD. En het is ontegenzeggelijk zo dat er dat het meer op afstand komt te staan. Ja. Dus je moet heel goed een controlemechanisme inbouwen dat de raad natuurlijk nog wel haar controlerende en taakstellende rol kan vervullen. Ik zeg Toon, identiteit, daar hebben we het niet meer over. Dat is niet meer van deze tijd. Want wat is het verschil tussen identiteit, Leende, Sterksel, Waalen, Budel? Het is allemaal een beetje hetzelfde en daar kun je het niet meer over hebben. We moeten nu voor de toekomst gaan, effectief werken, fuseren. Nee, niet fuseren. Nee, daar. Nee, dat had ik net al nee op gezegd, dus daar blijf ik nee op zeggen. En ik ben het er wel mee eens, je legt de vinger op zich wel op de zere plek. Want het zit hem natuurlijk wel, de angel zit hem wel in al die verzameling aan gemeenschappelijke regelingen, aan het democratisch gehalte ervan. Jos geeft ook al aan, daar moet wel een democratische controle blijven. En dat is wel echt waar je als individuele raad echt op moet blijven sturen.
Want we zeggen wel in de gemeenschappelijke regeling, enkel het uitvoerende gedeelte gaat naar bijvoorbeeld de A2-samenwerking, maar de verschillende raden blijven wel degene die het beleid maken. En dan moet je ook echt als raad op je strepen gaan staan en dus verschillend beleid durven maken. Dat je bij wijze van spreken ander beleid hebt in Heeselende dan in Kranendonk. Je bent van de PvdA, Van Gijzel, burgemeester van Eindhoven, zegt eigenlijk weg met al die gemeenten, provincies, alleen nog maar bestuursregio's. Maar jij denkt er plaatselijk anders over. Ja, gelukkig wel. Ja, nou ja, zijn idee van bestuursregio's is in politicologie ook niet nieuw. Begin jaren 90 was het ook al het idee om naar stadsregio's op te trekken. Ja. En dat Arnhem-Nijmegen is een tijdje, is volgens mij de meest succesvolle die nog lang heeft bestaan. Maar of dat nu het ideale systeem is toch maar even de vraag. En ik geloof stellig dat de opmerkingen van daarnet, dat je democratisch gehalte organiseert en op verschillende terreinen met anderen samenwerkt, maar absoluut is er bestaansrecht voor onze gemeente. Ja, en Rob van Gijzel die roept dat vooral, omdat hij natuurlijk ziet dat veel van het geld naar Amsterdam, regio Amsterdam en regio Rotterdam gaat. En hij wil... Brainport regio echt te klagen momenteel de laatste jaren? Nou, het gaat beter, maar het kan nog beter. Hè. Er blijft nog steeds heel veel geld in de Randstad hangen. Mm-hmm. En gelukkig komt het steeds meer op het netvlies te staan van Haagse politici. Dat hier echt wel dat het hier big gebeurt. Business gaande is. Ja. En dat het hier gebeurt, maar nog steeds niet voldoende. Hoe vaak ga je naar Den Haag om te pleiten voor subsidies? Voor deze regio? Of voor ons dorp misschien? Nou ja, Den Haag, dat is meteen heel ver weg. Hè. Het zit toch vooral bij de SRE en bij de provincie. Daar is vooral de subsidie te halen. Den Haag is toch wat lastiger om daar subsidies te halen. Daar moet je toch echt... Daar moet je eigenlijk niet zijn voor wat betreft subsidies. Nou, ik begrijp dat Van Gijzel heel vaak in Den Haag en Brussel zit... Ja. Om zoveel mogelijk binnen te slepen voor de regio. Maar Rob Van Gijzel praat natuurlijk vanuit een heel andere positie dan Heeselende. Hij vertegenwoordigt een regio en vanuit die regio probeert hij natuurlijk haar geld binnen te halen. Ja. Dat snap ik. We kunnen stellen dat de PvdA en de VVD... landelijk toch meestal niet elkaars echt grote vrienden, maar in ieder geval in Heeselende. Nou, we zitten samen in de regering. In een heel succesvolle coalitie zitten we samen. Maar in ieder geval dat we het over deze stelling, dat jullie het eens zijn. Heeselende moet zelfstandig blijven. Ja. Oké. Nou, dat was helemaal tegelijk. Dankjewel. Graag gedaan. Voor stelling 2 is er misschien iets meer debat, want wat is de stelling? Voor de inwoners van Heeselende is Heeselende duur. Dat is uit onderzoek gebleken. Het is zelfs een van de duurste gemeenten om te wonen van de provincie, maar ook landelijk staan we hoog genoteerd. Je hebt er wat, Harry, over in je partijprogramma geschreven van de Partij voor Oud en Jong, Harry Schepers. Naast mij zit Wilma van der Rijt van het CDA. De stelling die luidt, er wordt niets gedaan om Heeselende uit de landelijke top 10 van duurste gemeenten te halen. Ik kan niet anders, Harry, dan bij jou beginnen. Ja wij zitten in de top 10 van duurste gemeenten waar gemeentelijke lasten. En daar zouden wij eigenlijk niet in thuis horen, gezien wij eigenlijk toch gewoon een gezonde gemeente zijn met een rijk verenigingsleven, waar weinig problematiek is met drugs en dergelijke. Dan zou je eigenlijk verwachten van, als wij op gemiddeld niveau zitten op dat stuk, dat wij goed zitten. En daarbij komt nog dat er ook nog ingeteerd wordt op het eigen vermogen. Als je in 2011 en 2012 samen kijkt, dan is het eigen vermogen ook nog met 6,2 miljoen gedaald. Dus als ze dat nog recht hadden willen breien, dan had eigenlijk de WOZ-waarde verdubbeld moeten zijn zelfs, om even gezond te blijven financieel. En dat is volgens mij, dan ben je niet goed bezig als gemeente. Wilma, jij zit in de coalitie met CDA, je bent niet goed bezig, zegt Harry Schepers. Als ik het verhaal van Harry hoor, dan hoor ik bijna het verhaal van een verjaardagsfeestje, maar niet van een politiek lijsttrekker die gaat over de gemeentelijke financiën en die dat ook van moet weten hoe dat werkt in de begroting. Wij zijn niet de duurste gemeente, sec.
Helemaal niet. We staan ook niet in de top 10. Klopt dat onderzoek dan niet? Dat onderzoek klopt wel, maar je moet de onderdelen van het onderzoek ook duidelijk bekijken met elkaar. Wij zijn helemaal niet de duurste gemeente qua OZB bijvoorbeeld. We hebben een gigantisch buitengebied en rioolrecht is bij ons heel erg duur. Maar dat is ook een zelfvervulling recht waar je dus als gemeente niet uit mag halen voor andere onderdelen, enkel dan alleen voor riool. Dat is heel duur bij ons, omdat we bijna het grootste grondgebied van heel Brabant hebben. Daar moet je naar kijken als je kijkt naar de gemeentelijke lasten. Daarbij zijn de gemeentelijke lasten altijd gekoppeld aan de rijksbijdrage die je krijgt. Daar zit een stuk top op die je als gemeente zelf moet heffen. Dus wij zijn helemaal niet zo'n dure gemeente als je gaat kijken wat je daarvoor krijgt. Daarnaast spreekt meneer Schepers over het interen op je algemene reserve. Ook dat is niet aan de orde in Heeselende. Heeselende die investeert. En als je investeert, dan hoor je ook als lijsttrekker te weten waar dat blijft op de begroting. Als je een nieuw dorpshuis zet, dan kost dat geld. Daar heb je eerst kosten voor, daar maak je eerst heb je opbrengsten voor, die spaar je. En vervolgens zet je die in kosten om. Als je dan de reserve erbij haalt, en dan komt het papier weer aan, dan blijkt dat die dalen. Maar je ziet in de begroting zelf dat kosten op andere onderdelen helemaal teruglopen. Onderhoud bijvoorbeeld, afschrijving, investering, dat moet je terughalen in de begroting. Dan kun je begroting lezen. Ook het verhaal van de heer Verhoef, wat de heer Schepers steeds achteraan loopt, waar die 400 gemeenten ieder jaar een brief stuurt, waarin blijkt dat we onze begroting niet op orde hebben, is net lopen achter de Don Quichot van alle gemeentes aan. Dat klopt niet, zelf, maar je moet wel als lijsttrekker weten hoe een begroting is opgebouwd, eer je daar een oordeel over velt. Harry, Partij voor Oud-Jong, weet jij hoe een begroting is opgebouwd? Heb je hem goed gelezen? Ja, ik weet dat. En wat de gemeente bekend maakt ieder jaar, dat is een winst. En dat is als je iets begroot, en stel dat je voor 100.000 euro begroot, en het is op een gegeven moment uitgevoerd, het project, en je hebt het voor 90.000 euro uit kunnen voeren, dan heb je 10.000 euro over. Wij maken geen winst, wij maken een resultatenrekening is een begroting. Dat heeft niks te maken met winst. Maar dat is een boekhoudkundig iets. En ik kijk dan toch even voor een heel jaar wat we dan aan vermogen hebben. En dan hebben we in 2010 hadden we nog 18 miljoen vermogen. In 2012 11 miljoen. Als je naar het totaal vaste schuld, want ik heb hier de cijfers van CBS bij liggen, dan is die opgelopen, de totale vaste schuld, van 11 miljoen in 2011 naar 16 miljoen in 2012. Onze dus ik kan de cijfers echt wel lezen, onze Wilma. Onze begroting die wordt jaarlijks goedgekeurd. Die wordt jaarlijks goedgekeurd door zowel de provincie, die is onze toezichthouder, als een accountant. We hebben daar een prima keurige uitsluitende accountantsverklaring op. We hebben een keurig advies van de provincie daarop. Onze begroting klopt. Ik vind het jammer dat lijsttrekkers dit de wereld in helpen, want het is pertinent niet waar. Het klopt niet wat jij zegt, Harry, zegt Wilma. Ja, dan moet jij het voorlezen. Ik ben niet zo goed in begroting. Maar, ja, goed, dat klopt wel. Maar goed, ik vind het jammer dat het dan zo gesproken wordt dat het niet klopt. Maar dan gaat het ook nog aan de andere kant van wat krijg je ervoor terug als burger? En dan zit je bijvoorbeeld als je over de sociale domein bekijkt, als je de WMO bekijkt, dan pakken wij gewoon toch overal de maximale eigen bijdrages voor de mensen. En je zou ook kunnen kiezen om die eigen bijdrages wat lager te maken. Want vaak hebben de mensen die in de WMO een voorziening nodig hebben, die hebben ook al een voorziening, of die hebben in de ziektekostenverzekering ook al spullen nodig, medicijnen of weet ik wat. Dat betalen ze dan vaak ook al 350 euro eigen bijdrage. En als ze dan in de WMO ook nog moeten betalen, want als je de laatste raadsperiode bekijkt, en dat werd door de hele coalitie aangenomen, dat voorstel, dat ging over woningaanpassingen. En toen hebben jullie op een gegeven moment een voorstel aangenomen. En ik heb er in de RTG nog tegen geprotesteerd. Laat mij uitpraten, Wilma. Want dit is een belangrijk punt. Want je kunt veel zeggen. Maar toen is er een voorstel aangenomen dat de mensen die een eigen woning hadden, die moesten eerst een extra hypotheek op hun eigen woning nemen om daarmee hun woningaanpassing te betalen voordat ze bij de gemeente aan mochten kloppen. Dat is niet aan de orde. Wij hebben gekeken bij de eigen bijdragers en met name ook de woningaanpassingen. Hoe daadkrachtig is iemand om een aantal dingen zelf te doen? Wij moeten heel goed realiseren dat geld wat je uitgeeft is gemeenschapsgeld. Dat is niet van mij, niet van jou, maar van de hele gemeenschap. Daar ga je zorgvuldig mee om.
En deze coalitie heeft gekozen om mensen die het echt niet kunnen met daad en raad en ook financieel bij te staan. Mensen die het zelf kunnen, moeten het ook zelf gaan doen. Dat is ook het uitgangspunt bij de nieuwe decentralisaties. Harry, laatste reactie en dan is de tijd voorbij. Daar zitten wij als partij anders in. Wij denken als je de solidariteit en de zorg wilt bewaren, dan zul je iedereen mee moeten laten betalen, maar ook iedereen ervan gebruik moeten kunnen laten maken. Want anders krijg je steeds afkalving, dat steeds minder mensen bereid zijn, want ze alleen maar hoeven te betalen. En als ze zeggen, ja, als ik iets nodig heb, dan is het er niet voor mij. Dan zullen ze zeggen, ja, dan laat die regeling maar helemaal achterwege. Onze WMO... Ja, spijt me, maar de tijd is echt voorbij. Ik wil nog één ding toevoegen. Onze WMO, klantvredenheidsonderzoek, geeft aan dat wij 7,8 scoren in Heesleen. Dat is heel erg hoog. Ja. En ik denk ook dat gehandicapten graag als voorwaardig persoon aangesproken worden en niet altijd op hun handicap. Dank u wel. Daar laten we het bij. Dank jullie wel. Dank jullie wel. We gaan naar de derde stelling. En voor die stelling heb ik twee mannen aan tafel. Pieter van der Stek, D66. Nico van der Palen, lokaal Heesleende. En dat is een coalitiepartij momenteel. De stelling. Er komen zoveel zware taken op de gemeente af in Nederland. En de verschillen tussen plaatselijke partijen zijn tegenwoordig zo marginaal. Dat de stelling luidt. Coalitie-oppositie voeren is niet productief. We gaan naar een nieuwe politiek plaatselijk. We gaan voor raadsbreed gedragen collegebesluiten. Laat ik daar nou eens voor bij een oppositiepartij beginnen. Pieter. Ja. Hele leuke stelling. Dank daarvoor. In principe vind ik dat eigenlijk de essentie van dualisme. Dat je het zo zou moeten kunnen inrichten. Dat er elke keer een heel breed draagvlak is voor de belangrijke dingen en de belangrijke opgaven waar we voor staan. Ik denk wel dat het een enorm voordeel is als je georganiseerd bent in een verband politiek wat ook daadwerkelijk regionaal en interregionaal verbanden heeft. Hey, ik heb bijvoorbeeld gehoord in het radiospotje van lokaal Heesleende en het tv-spotje van lokaal Heesleende van waarom zou je nou lokaal stemmen omdat er niemand over de schouder meekijkt, zegt Nico dan. Nou, ik voel dat niet zo. Ik vind het juist fijn dat wij bij D66 mensen hebben die juist niet controlerend over de schouder meekijken, maar die hun kennis en ervaring op vele gebieden en met name ook op het gebied van de zorg opgedaan als wethouder, als praktijkpersoon, als raadslid met ons willen delen. Zodat we niet elke keer zeg maar weer partijen onderzoek moeten laten doen naar iets wat we al weten. Of uitsluitend en alleen als een soort Gallisch dorpje van Asterix en Obelix denken van nou wij zitten hier alleen in en we moeten dit allemaal zelf oplossen. Wij vinden het juist enorm fijn dat we dat met een ploeg kunnen doen. Wij zijn dus georganiseerd in de Kempen, maar ook in Brabant en ook in Nederland. Okay. Ook vertegenwoordigd in de provincie, altijd makkelijk. Nico, lokaal ja. Heesleende. Raadsbreed gedragen collegeprogramma. Ja, ik vind dat al een verkeerde stelling, want de raad beslist niet over collegebesluiten natuurlijk. Wij hebben raadsvoorstellen waar we over besluiten. Het college heeft daar een voorwerk in gedaan en die legt dan iets aan de raad voor wat de raad goedkeurt. Ja, en een college die komt er door middel van een coalitie. Dus ik denk dat je niet kunt ontkomen aan coalitie-oppositie, alleen hoe breed trek je die coalitie? Als je dus... We hebben het de afgelopen 4 jaar ook gedaan. Er hadden best andere mogelijkheden geweest. Maar we hebben toch getracht om een zo breed mogelijke coalitie. Waarom? Om dus een duidelijk breed gedragen standpunt naar voren te kunnen brengen. En ja, dan, dat is natuurlijk lullig als je dan in de oppositie zit. Want dan word je heel dikwijls al door de meerderheid, en dat is tenslotte democratie, overroeld. Maar het maakt het wel duidelijk dat je dus ook in vooroverleg natuurlijk dat je dan een breed gedragen standpunt naar voren kunt brengen. En ik denk dat dat op zich ja, rustgevend is. Dan is er stabiliteit en dat is wel belangrijk, vinden wij. Ja. Pieter, het viel mij in de voorbereiding op dat het eigenlijk dat er heel weinig essentiële verschillen zijn tussen de partijen. En wat er is, wordt enorm opgeklopt voor de bühne, zeker in verkiezingstijd. Maar uiteindelijk willen jullie allemaal het beste voor Heesleende? Daar komt het toch op neer?
Komt er zeker op neer dat we allemaal het beste willen voor deze Leenden. Dat is absoluut waar. Daar heb ik niks tegen te zeggen. Maar dan zit er ook zeggen. Weinig verschil in, meen ik. Nou, wij zijn wel, denk ik, toch in een aantal dingen anders. Het is noem zo eens dat, iets op dan. Nou, ja, ik wil eerst even zeggen dat natuurlijk het meeste wat de gemeente doet is gewoon uitvoeren wat je moet uitvoeren. Mm-hmm. En daar moet je de beste oplossing zoeken. Dat is één. Dan heb je een heel klein beetje speelruimte in hoe je dat dan politiek invult in een aantal meer lokale onderwerpen. Ja. Nou, waar D66 ernstig voor is, is echt bestuurlijke vernieuwing. Wij willen dus echt zeggen, als wij straks in de coalitie zouden komen, of een wethouder zouden mogen leveren in die brede, duaal gedragen constructie, dan zouden wij het heel belangrijk vinden om eens een keer alle regels die onze eigen burgers obstrueren om de dingen te kunnen doen die ze belangrijk vinden, om die eens een keer onder de loep te nemen en te gaan strepen. Dus in plaats van altijd maar weer met een nieuwe coalitie, weer nieuwe regelgeving, om weer nieuwe ideetjes vorm te geven, die dan voor anderen weer andere effecten hebben, daar eens een keer goed naar kijken. En ook in nieuwe regelgeving eerst kijken, wat is deze regel? Is dat smeerolie voor waar onze burgers mee bezig zijn? Want die hebben allemaal verschrikkelijk goede plannen, daar moeten we goed naar luisteren. En waar zijn die regels eigenlijk om ons defensief op te stellen, omdat er wel eens dit of dat zou kunnen gebeuren? Ja. Ik denk dat dat toch wel essentieel is voor D66 als bestuurlijke vernieuwingspartij. Ineens is het CDA ook voor de gekozen burgemeester, want die zijn altijd voor dingen die ze goed uitkomen op het moment van verkiezingen. Maar wij roepen dat al sinds Hans van Mierlo. Ja. Wij hadden toen ook die groene kleur. Ja. Ja. En die groene kleur heeft het CDA pas gekregen. Ja. Nadat KVP, Antirevolutionaire en CAU samen gingen, dat was in de 70e jaren. We blijven even bij de stelling. Dat is ons kleurtje. Ja, maar precies. Ik vond het belangrijk om dat even te melden, toch? Ja. Nico, ik kom even terug op de bestuurlijke vernieuwing. Volgens Pieter zit daar echt een groot verschil in. Ja, er zit een verschil in. Maar je bent stil hier aan tafel. Nou, overdag stil. Ik laat me even praten. Hij praat goed en hij praat prima. Maar, dank je, Nico. Ja, dat is D66-taal. Dat is duidelijk. Bestuurlijke vernieuwing, ik heb er niks op tegen. Alleen, daar gaan wij in Heeselingen niet over. Want dat wordt in Den Haag beslist. Ja. Dus waarom zouden wij ons eigen daar druk om maken? Als het komt, dan komt het en dan doen we mee. Maar wij kunnen daar als relatief kleine gemeenteraad van Heeselingen natuurlijk heel bitter weinig aan veranderen. Ja. En dan kom ik terug op eigenlijk het begin. Natuurlijk zijn er weinig nuanceverschillen in die zes politieke partijen die we hier in onze gemeente hebben. Want 80% ongeveer wordt in Den Haag bepaald, is wettelijke uitvoering. Dus daar kunnen we, en dat heeft Pieter ook al gezegd, er zijn kleine nuances in aan te brengen. Tuurlijk, en dat proberen we dan ook, ieder met zijn eigen instelling. Maar dan gaat het om die 20%. Nou, daar hebben we dus, elke partij heeft daar zijn prioriteiten in. En, ja. Waarom is het dat dan de reden waarom mensen hun interesse in de politiek verliezen? Omdat er ook, zeker lokaal, zo weinig verschillen nog zijn. En dat ze daarom, blijkt ook uit peilingen, dat er weinig mensen gaan stemmen. Ja, dat vind ik jammer. Ja, als dat zo zou gebeuren. Je vindt het jammer, maar ligt dat dan ook niet aan jou en de andere politieke mensen? Nou ja, wij proberen ons best te doen. En dat is ook de reden waarom wij zeggen, wij zijn een lokale partij. En ja, dat over de schouders meekijken. Natuurlijk is dat heb ik ook beweerd. En dat is ook zo. Dus wij kunnen redelijk ongebonden onze mening en onze dingen doen. Ik onderbreek jou even. Het is jarenlang zo geweest in Heeselingen. Dan werd er gestemd en dan was het altijd 8-7, standaard. Hè? Dat is toch ook geen politiek meer voor? Nee, dat hangt van de coalitievorming af. Ja, nee, maar zo is het wel jarenlang geweest. Dat is toch niet spannend? Nee, dat is ook niet spannend. Dat is zelfs heel onwerkbaar. En daarom hebben we de laatste keer gekozen voor een andere verandering. Ik wil graag even reageren op Nico. Nee, maar ik kan ook wel reageren op wat Nico net zei. Want dat is eigenlijk de essentie van het verschil tussen onze partijen. Hij zegt, alles komt uit Den Haag, dat nemen we zoals het is. En als lokale partij doen we zo goed mogelijk ons best om dat in te vullen. En wij zeggen, het is juist fijn als je via allerlei constructies, we hebben ook elektronische gedachtenuitwisseling in de BV-mail binnen D66, juist ook invloed kan uitoefenen op die Kamerleden die daar zitten, die dat beleid bepalen. Nou, daarom is het zo belangrijk dat je vanuit de gemeente, met de gemeentepolitiek, met je benen in de modder, dat doorcommuniceert naar de mensen die jou landelijk vertegenwoordigen, die dat beleid maken. Ja, dan kun je wat wij als landelijke partij kun je dat maken. En dat kun je als landelijke partij en dat kun je als lokale partij niet. Nee,
Dat is, nou, dat is de vraag is of we dat willen. Van het verschil. Ja, ja. Nou, ja, als je zegt, ik leg me bij alles neer wat uit Den Haag komt. Nee, niet alles. Dat zeg je, hoor ik je zeggen. Ja, nou, daar hebben we ons bij neer te leggen. Nee, ja, wij dus niet, want we hebben invloed in Den Haag. Nou, geloof ik niet. Dat is dus de grap. Dat geloof ik niet. Nee, nou, ja. Nou wordt het spannend en nou is de tijd. Ja, dat is jammer. Ja, dat is jammer. Dat is altijd zo. Ja. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Graag gedaan. Jij bedankt, Marjette. Ja, dank je. We gaan naar stelling 4 en aan tafel zit wederom Jos van Bree van de VVD en Harry Schepers voor de Partij van Oud en Jong. De officiële prognose van de provincie voorspelt dat Heesleende in 2030 14.645 inwoners zou tellen. Dat is wel heel precies. Nu zijn dat er nog ruim 15.000. Een krimp van bijna 5%. Dit terwijl de gemeente Heesleende honderden woningen in de Bulders en bij Providentia samen gaat bijbouwen. De stelling luidt dan ook logischerwijs: er gaan te veel woningen gebouwd worden in Heesleende en die komen nooit vol. Laat ik eens bij Jos beginnen. Ja, nou, ik ben het niet eens met deze stelling, dat zal je niet verrassen. De markt bouwt waar behoefte aan is. Zo simpel is het. En niemand bouwt voor leegstand. En als je kijkt naar de prognoses die er liggen, dat is ook zo'n self-fulfilling prophecy, daar kun je in geloven. We hebben altijd gezegd, wij gaan voor een gelijkblijvend aantal inwoners. Dus dan zit je rondom de 15.000, 200, 300 inwoners. En daar moet je voor bouwen. Nou, uit allerlei andere voorspellingen blijkt ook dat het aantal huishoudens verdunt. Dus het aantal huishoudens wordt kleiner, dat betekent ook meer behoefte. Ik heb een leuk voorbeeld. Er kwamen 37 zorgwoningen vrij bij het Nicagishuis. Er waren 200 inschrijvingen op. Om even aan te geven dat er wel degelijk heel veel behoefte is, in dit geval aan seniorenwoningen. Dus ik ben het absoluut niet eens met die stelling. Harry, wordt er te veel gebouwd in Heesleende? Ik vind dat wij veel te veel plannen hebben inderdaad om te bouwen. En ik heb gisteravond nog eens even door die cijfers zitten lopen. En als wij in 1994 zijn wij door de grens van 14.000 naar 15.000 inwoners gegaan. Dus we zitten eigenlijk al 20 jaar lang zitten wij op net iets boven de 15.000 inwoners. Maar in die tijd zijn er dus 300 mensen bijgekomen in onze gemeente in 20 jaar tijd. En in diezelfde tijd zijn er 1000 woningen bijgekomen. Dus die verdunning waar jij het net over had, die klopt. Dus, maar je ziet, ik heb die grafiek ook uitgezet van lang geleden. En dan zie je gewoon al 20 jaar dat het aantal mensen gelijk blijft en het aantal woningen loopt op. En de provincie die prognostiseert nu dat steeds verder afvlakt. En vorig jaar hadden we alweer 39 inwoners minder. En als je dan kijkt dat wij 6400 woningen hadden op 1 januari nu. En we gaan naar 6820. Dus we hebben nog 420 woningen nodig tot 2030. Nou, als je dan ziet dat wij Providentia hebben met 180 woningen. We hebben Toversnest nog met 77 woningen. We hebben in heel Leende, dan praat ik over het Centrumplan, Breedvenne, over Steenakker, 90 woningen. De Vondellaan is nog nooit afgebouwd. Bergenroft is nog een braakliggend terrein. Dus ik vind dat wij eerst echt alles af moeten maken waar we aan begonnen zijn. En dan moeten we de Bulders eventjes 4 jaar in die ijskast zetten. En als we naderhand zien dat die Bulders nodig is, wat ik niet verwacht, dan kunnen we altijd die Bulders weer uit de ijskast halen. Yes. Ja, nou, dat is natuurlijk leuk dat je dat zegt, want je zegt ook in je programma dat je wel heel graag de randweg wil. Vertel mij dan even hoe je de randweg wil betalen als je de Bulders niet ontwikkelt. Ja. Nou, Harry, vertel het eens. Ja, nou, dan ga ik toch nog even van één ding, wat heb ik nog niet verteld. Want als wij alles in de Bulders moeten gaan bouwen, dan kunnen wij ook niet in andere kernen bouwen. En er liggen nog 40 bouwterreinen in de kom van Heesen, waar een bouwtitel eventueel vanaf gaat straks. Dus wij willen in alle kernen kunnen bouwen. Hoe gaan wij dat betalen, die Bulders? Jij koppelt dat één op één aan de huizenbouw, Bulders aan de randweg. Ik denk dat je, dan kom ik toch weer op een ander onderwerp. Er zit nog een potje gebiedsgerichte verkenning. Er zit 2,5 miljoen in voor een centrale as, waar wij in ons verkiezingsprogramma zeggen, dat doen we niet. Dus die wil ik aan de randweg besteden. En er zitten nog andere posten die ik ook op het oog heb, maar die onder geheimhouding aan mij verteld zijn. Die kan ik nou even niet vertellen. Maar in totaal heb ik iets van 5 miljoen nodig. En die 5 miljoen die ga ik vinden op de begroting. En dan ligt er die randweg, en dat beloof ik hier in de Kamer, over 4 jaar ligt de randweg Heesener. En binnen 4 jaar hebben wij een vrachtwagenverbod in de Kapelstraat van Heesen. En daar zegt de Partij van Oud en Jong.
Jos, heb jij geheimen die je mij wel wilt vertellen? Nee, ik heb geen geheimen. Ja. De Bulders, kijk, er ligt ook nog een woonvisie. Hè. We hebben ook nog een opgave te gaan in het kader van de woonvisie. We hebben nog een hele sociale paragraaf in te vullen met starterswoningen en met huurwoningen. Dus de Bulders is daar uitermate geschikt voor om dat te doen. Hè. Daar kunnen we echt een onderscheidende wijk neerzetten ten opzichte van zeg maar, de gemiddelde wijk die we nu hebben in Heeselende. En het is echt zeg maar, de financiële drager van de Randweg. En kijk, het probleem is, de Randweg is alleen maar een oplossing voor Hezen, maar is nog geen oplossing voor Sterksel en voor Leende. Daar heb je toch echt een andere oplossing nodig dan zeg maar, de situatie later zoals die nu is. Jos, nou heb ik toch zelf even een vraag als simpele inwoner van deze Leende. Ik zie overal bordjes te koop aan huizen. En dan denk ik ondertussen, er komen iets van 600 woningen bij in de toekomst. Hoe komen die vol? Gewoon een hele simpele vraag. Hoe krijg je ze vol? In heel Nederland staan heel veel woningen te kopen, dus dat wil ik dan bewust even bagatelliseren. Mm-hmm. We zitten in een crisis. Gelukkig zijn we daar met een aantal lichtpuntjes aan het uitkomen. Zoals ik al zei, de markt bouwt waar behoefte aan is. Dus gaandeweg, de rit zullen we wel zien waar behoefte aan is en welke plekken zich gaan vullen. Daar vind ik veel te gemakkelijk, Jos. We hebben een provincie en de provincie die doet uitgebreid onderzoek en die brengt daar ook een rapport over uit. En dan zeggen ze van zoveel woningen in die gemeente, zoveel woningen in die gemeente. En dat is geprognotiseerd op basis van, ja, ze weten hoe oud de mensen zijn, ze weten hoeveel mensen dat er overlijden, ze weten hoeveel geboortes dat er zijn en ze weten ook de immigratiestroom. Dus ze weten ongeveer hoeveel mensen dat er komen. De periode zijn. En die verdelen ze over de gemeentes. Ja. En als iedere gemeente, en dat willen de gemeentes vaak, omdat ze geld willen maken van die bouwgrond, maar als iedere gemeente meer wil bouwen dan wat eigenlijk hun toekomt, dan krijg je die huizen niet vol. En het is nog erger zelfs, dan liggen er overal plannen die niet voor 70% verkocht kunnen worden en dan komt er niks van de grond. Bovendien zijn wij een landelijke gemeente en rondom ligt allemaal stedelijk gebied. Een stedelijk gebied mag gebouwd worden, landelijke gemeentes mag gebouwd worden voor de eigen inwoners, is de bedoeling. Laten wij toch mooi die landelijke gemeente blijven, zodat die mensen uit de stad dadelijk hier bij ons komen fietsen en bij ons op het terrasje pilsje komen drinken. Nou mag je als eventjes, anders is het... Ja, als je zegt gelijkblijvend aantal inwoners, ben ik het met je eens. En dat zijn er dus 15.300, hè? Ja. En niet de 14.000 die dan in 2030. We zitten hier midden in de Brainport-regio. En er is ontzettend veel behoefte aan kenniswerkers. Wij hebben in Heeselende de perfecte omgeving om kenniswerkers te huisvesten. En die voelen zich hier echt helemaal thuis. Daarnaast hebben wij natuurlijk ook van doen met het instand houden van voorzieningen. Dus we hebben voor onszelf ook gewoon een opgave te gaan om zoveel mogelijk inwoners te behouden in Heeselende. Om onze voorzieningen in stand te houden. Dus ook hier geldt weer. Laatste reactie, want de tijd is eigenlijk al om. Dat klopt wel, maar als ik de afgelopen 20 jaar, wat ik net zei, zijn de inwoneraantal gelijk gebleven. Als je dan ziet dat ASML stevig gegroeid is, bij DAF zijn ze stevig aan het groeien. En toch komen die kenniswerkers niet in Heeselende wonen. De provincie Brabant moet nog 100.000 woningen bijbouwen, Harry. Dankjewel. Graag gedaan. We gaan naar stelling 5. En wederom zitten daar twee debaters tegenover elkaar. Nico van der Palen, lokaal Heeselene, Pieter van der Stek, D66. Er komen steeds meer ouderen die zorg behoeven. Maar er is steeds minder geld voor die zorg. En dus ook minder mensen die zorg kunnen bieden. Daarom luidt de gewaagde stelling van Horizon... Heeselende moet mensen met een uitkering verplichten om 5 dagen per week vrijwilligerswerk te doen, vooral in de zorg. Nico. Ja, dat is inderdaad een prikkelende stelling. Ik heb al een hekel aan het woord verplichten, daar begint het al mee, dus ik ben het niet helemaal eens met die stelling. Dat men voor een uitkering iets terug mag doen... Ja, daar heb ik op zich geen bezwaar tegen. Maar wat is dat iets? Ja, dat is heel breed. Ik bedoel, er is genoeg vrijwilligerswerk te doen. Alle verenigingen, alle instanties zitten te springen op vrijwilligers. Dus er is, als ze willen kijken, is er genoeg te doen. Alleen ja, het woord verplichting vind ik dan een beetje een nadeel. Maar ook in de zorg, want iedereen kan zomaar geen zorg leveren. Als je op een beetje hoger niveau zit, dan moet je dus goed opgeleid zijn. Maar ook de motivatie van zo iemand, hoe is die? Kan je dat iemand
op mensen loslaten die dus zorg nodig hebben, terwijl die zelf degene niet zo erg gemotiveerd is om die zorg te verlenen. Dus ik vind het een beetje gevaarlijk, eerlijk gezegd. Dus ja. Dat is Pieter, mijn mening. Er zijn al gemeenten waar je echt moet werken voor je uitkering. En niet, misschien niet per se in de zorg, maar daar zijn dadelijk wel de meeste mensen nodig. Ja. Wat denkt D66 ervan? Nou, het staat zelfs in ons verkiezingsprogramma voor Heeselende. Wij zijn voor het verplichten van vrijwilligerswerk. Maar wat denk je dan? Ik vind overigens met Nico dat je dat nou juist in de zorg nou beter niet kan doen. Want zorg is iets wat je heel specialistisch moet kunnen geven. Ja. Ik vind dat je zorgen niet moet degraderen tot iets van dat kan iedereen wel. Als je daarmee bedoelt, en ik denk dat je dat bedoelt, ja, bijvoorbeeld boodschappen doen voor oudere mensen wandelen. En dat soort zaken. Samen juist, wandelen. Dan vind ik dat wel zo. Haren wassen kan ook al makkelijk, denk ik. Nou, persoonlijke verzorging, dan haak ik af. Maar dit soort dingen, gewoon met elkaar zorgen dat de raampjes gezeemd zijn, met elkaar zorgen dat de boodschappen gedaan worden voor mensen die dat zelf niet kunnen, kan prima gebeuren door mensen die van een uitkering genieten. Dat is geen enkel probleem. Ik wil wel verder gaan. Ik zie ontzettend leuke organisaties in Heeselende. Kijk naar het IVN. Een hele grote club binnen onze gemeente. 200 leden. Dat is echt substantieel. Dat is ongeveer twee keer zoveel als in andere gemeenten. Maar ook de klusdienst in Maarten, die is er ook al. En die kan ook vrijwilligers gebruiken. Het gaat precies over die zorg. Ik wil graag met hem debatteren. Ik denk dat we het hier eens zijn. Ja, maar dan wil ik De nuance is dus de verplichting. Hè? Ik vind het een beetje gevoelig. Dan zijn we het niet eens. Ik vind dat je dat moet verplichten. Ja. Ja. Maar geen 5 dagen in de week. Nee. Want waarom zou je niet verplichten? Als je een uitkering krijgt, je bent gezond. Waarom kun je iemand niet verplichten om voor dat geld wat hij krijgt toch iets te doen voor de gemeenschap? We gaan naar een participatie. Wat ik straks al zei, de motivatie. Want als je iemand verplicht. Maar is dat nog belangrijk of iemand wel? Je moet gewoon, klaar. Ja, maar goed, ik moet ook iedere ochtend om 9 uur naar mijn werk. Als je naar iemand of iets toe gaat om zogenaamd vrijwilligerswerk te doen en het gebeurt niet of het gebeurt niet goed. Dan vraag ik me af. Ja, maar dan kun je toch de uitkering stopzetten of halveren? Dat je dus sancties erop zet. Ja, maar dat vind ik een beetje gevaarlijk. Want we hebben natuurlijk met z'n allen, of we het er al mee eens zijn of niet, we hebben natuurlijk in Nederland een verzorgingsstaat gecreëerd. Waarbij dit soort mensen dus gewoon echt die uitkering krijgt. En of ze daar recht op hebben, dat is dan willen we nou juist toch vanaf met die partij. Nou, ik wil gewoon wel even nu naar de realiteit. Hè. Wij zijn begonnen met te zeggen in ons nieuwe verkiezingsprogramma, wat erg belangrijk is dat we A, de lasten voor onze burgers niet gaan verhogen. En we weten B, dat we tussen de 15 en de 40%, afhankelijk van de meiscirculaire die er nog niet is, minder krijgen om zorgtaken te verrichten die we nu moeten verzorgen. Dat betekent gewoon dat het idealisme van vroeger, dat je iedereen maar een uitkering kon geven zonder dat hij daar iets tegenover hoefde te stellen, tenzij dat heel vrijblijvend was, dat kan niet meer. En dan zeg ik, is het dan niet normaal dat iemand die gewoon gezond is van lijf en leden en bijvoorbeeld een raam kan zemen, bij iemand die dat zelf niet meer kan, voor die uitkering dat raam gaat zemen, in plaats van dat wij een zorgorganisatie gaan inhuren om daar ramen te gaan lappen. Ja. Daar ben ik het in grote lijnen absoluut niet. Ik vind dat je dat verplicht moet stellen, niet. Dat vind ik dus niet. Dat verplichten. Maar daar zijn we dus duidelijk verschillen over meningen. Als je het niet verplicht gaat stellen, dan gaat het niet rond. Als je het niet verplicht stelt, dan denken mensen toch helemaal snel, ze vragen niks, laat maar mooi zitten. Laat maar mooi zitten, ja, nee, dat klopt wel. En dat komt toch niet overeen met die participatieregeling die ons. Dat klopt, maar degenen die het dan wel doen, die zijn in ieder geval gemotiveerd en daar heb je wat aan. En daar gebeurt wat mee. En dan, er zal altijd een bepaald segment blijven die dat niet doet, of die daar niet voor te motiveren zijn. Ja, dat is dan jammer. Dat is dan het nadeel van onze staat die we zelf gecreëerd hebben. Ja, daar zul je mee moeten leren leven. Dat klinkt misschien heel afwachtend, maar voor degenen die het dan wel doen, daar maak je het dan mogelijk voor. En dan, maar ik vind het nog steeds het woord verplichten. Mij persoonlijk, hè, ik weet niet. Duidelijk, Pieter wil dat wel. Nou, prima, als er geen dwingende reden zijn waarom iemand het niet kan doen. En je hoort mij ook niet zeggen 5 dagen in de week. Nee, okay, en je hoort mij ook niet zeggen zorg. Nee, dit is een maar simpele, eenvoudige taken, het meehelpen op. Kijk, wij willen toerisme hier, willen wij ongelofelijke boost geven. Dat is één tak van. Dat doen we met z'n allen aan. Die toeristen die komen, en die komen met 1 miljoen per jaar plus, en die fietsen door onze bossen. Ja. En die hebben we niet allemaal geleerd om als dank voor het aangenaam verpozen de spulletjes te. En de dozen in de vuilbak te gooien. Dat is absoluut waar. Nou, als wij nou mensen hebben die gewoon gezond van lijf en leden zijn en die hier een uitkering krijgen omdat ze in deze gemeente wonen. Ja. Wat is er op tegen om die... Het is moeilijk te debatteren als we het op grote lijnen eens zijn natuurlijk. We hebben dus al duidelijk... Ik vind het toch wel degelijk een verschil tussen het verschil is dat ik vind als het niet aantoonbaar niet kan, dan moet het.
Dat is, nou, dat is wel mijn stelling daar. Want hier kun je overigens wel heel veel mensen mee krijgen die op jou stemmen. Want die kunnen uitkering niet niks te vonden. Ik heb er gisteren namelijk uitgebreid met een aantal mensen over gehad. Zit het hem daar niet een beetje in? Dat je bang bent om dat woord verplichten te gebruiken? Omdat je denkt dat dat kiezers afstoot? Nee, denk het niet. Want ik denk dat heel veel kiezers het daar wel mee eens kunnen zijn. Alleen... Dan moet je op mij stemmen. Ja. Ja, ik weet niet hoeveel, maar als je daar tevreden mee bent, dan is het prima. Maar ik, ja, goed, er is natuurlijk onvrede over mensen. Die krijgen alles voor elkaar en wij moeten er allemaal hard voor werken en we krijgen niks als we naar het gemeentehuis gaan. Ja, precies. Hè, ja, maar toch, dat zijn dan juist de mensen die dus hard roepen. Maar ik weet niet of dat de algemene gedachte is van de burger. Nogmaals, ik vind het prima als ze dus vrijwilligerswerk doen en elke club, elke vereniging zit op vrijwilligers te wachten. Ja. Dus de mogelijkheden zijn er. Alleen het woord verplichten vind ik nog een beetje. Dus er zijn al gemeenten waar het gebeurt, maar in deze leende niet. Nog. En dat gaat ook niet komen. Jawel, zeker. Dat zal moeten blijken. Als het bij een stem Stem D66, dan krijgt u dit wel in onze gemeente. Ja. Dank jullie wel. Dank jou wel. Dank je wel. We gaan naar de zesde en de laatste stelling. En daarvoor aan tafel zitten Toon Bosmans van de PvdA en Wilma van der Rijt van het CDA. De stelling is echt een stelling voor Heeseleende, voor de gemeente. De Dorpstraat, Oostrikkerstraat en de Langstraat in Leende zijn heel hard aan vervanging toe. De provincie heeft al 1 miljoen euro overgemaakt, maar er is nog steeds geen schop in de grond gegaan. Want eerst moet de centrale as worden aangelegd. De stelling luidt: Dorpstraat, Oostrikkerstraat, Langstraat moet heel snel hernieuwd worden, los van de aanleg van de centrale as. Ik begin bij Wilma en jij legt eerst even uit voor de kijkers wat nou precies, heel kort, die centrale as is. Een centrale as is een ontsluiting van Heeseleende Sterksel van de A2 naar de N279, moet ik het even goed zeggen, Helmond toe en de A67, waardoor je de drie kernen van de gemeente Heeseleende ontlast. En nou is het zo dat die weg door Leende, voor sommige politieke partijen, de vernieuwing daarvan hangt samen met de aanleg van die centrale as die 60 miljoen euro kost. Op het moment dat je de doorgaande wegen door de kommen nu drastisch gaat aanpakken, blijf je die 15.000 voertuigen door en het vrachtverkeer door die dorpse wegen doorheen persen als het ware. Waardoor je eigenlijk binnen nu in een aantal jaren, 4-5 jaar, weer dezelfde situatie hebt als nu. Daarom zeggen wij op dit moment, knap ze niet op. In die zin pak ze helemaal aan, houd gewoon het onderhoud bij. En pas als de centrale as er ligt, realiseer die centrale as op korte termijn. En op het moment dat je die hebt liggen, kun je ook iets doen aan de kernen, aan de wegen van de kernen, door ze verkeersluw te maken en de inrichting te geven die past bij een verkeersluwe kern. Als je dat niet doet, dan is het kapitaalvernietiging volgens het CDA en heb je over 5-6 jaar hetzelfde probleem als dat je nu hebt. Is de PvdA het daarmee eens? Nou, daar wil ik inderdaad wel graag op inhaken. Wat ons betreft, die centrale as die vanaf de A2 achter de kernen langs via het industrieterrein moet gaan lopen, daar is meer aan op te hangen dan dat het enkel een strook nieuw asfalt gaat worden. Je mag dat ding ook echt wel zien als een soort van kapstok, want die gaat de kernen binnen onze gemeente echt ontlasten van zwaar verkeer. Dat geeft dus veel punten voor de leverbaarheid binnen die kernen. Plus dat je ook een directere aansluiting maakt op ons industrieterrein. En dus ook een economische impuls, want eigenlijk ligt dat industrieterrein in een oksel van twee snelwegen en dan precies aan de verkeerde kant het industrieterrein. Dus, maar goed, dat is allemaal historisch gegroeid, dus daar is vast iets voor te zeggen. Maar alsjeblieft, we moeten krachtig aan de gang om infrastructuur aan te leggen, zodat dat allemaal wordt ontsloten. En dan wil ik het niet over bedragen hebben, want die bedragen hebben wij als gemeente toch zeker te weten niet. Want of het nou 40, 50 of 60 miljoen is, die hebben we gewoon niet in huis. En dus moet het als goed plan worden gebracht, want een goed plan met rechte rug en enthousiasme brengen, dat staat zelf en genereert geld. En moet dus van andere partijen komen. En of dat dan van de SRE is, of beter bereikbaar Zuidoost-Brabant, of provinciaal geld, of misschien Europese fondsen. Dat is dan wat dat plan zelf moet proberen te genereren. Maar dat is dus, dat is hoe je dat moet gaan insteken wat ons betreft. En dan moet met verven en enthousiasme. En dan moeten we morgen aan beginnen. Of, nou ja, wij spreken gisteren, maar doen we dan maar gewoon 20 maart. En in relatie tot de opmerkingen. Volgens mij zijn wij er al jaren geleden aan begonnen. En ondersteunen wij ook van harte.
En het kan alleen maar aangezwengeld worden om dat nog een extra schep bovenop te doen. Want de tijdspannen van dat komt dan misschien in 2020, 2025, is wat ons betreft. Nou, de gebiedsgerichte verkenning waarin die centrale as centraal staat, die is al jaren geleden aangenomen door de gemeenteraad. Er wordt ook substantieel gespaard voor de aanleg van de centrale as. En als ik even terugkom, Mariette, op wat de eerste stelling was, ook naar de VVD toe en de andere lijsttrekker over samenwerkingsverbanden. Heb je hier een voorbeeld waar je samenwerkingsverbanden en de revenue van de gemeente Heeselende gewoon neer kunt zetten. Door die samenwerking haal je gewoon die revenue en dat geld binnen voor die centrale as. Dat is juist de kracht van samenwerking in je brede regio, in je SRE-gebied, maar ook daarbuiten naar Limburg toe, waar wij als dit college heel sterk op ingestoken hebben om dat netwerk te verbreden. Daar haal je de revenue vandaan en daar haal je ook de kennis en de kracht en de kunde vandaan om te zorgen dat je realisatie er is. Maar ik wil even terug naar mijn stelling. Ja? De mensen die in Leende wonen, ja, die zal het de zorg wezen, samenwerkingsverbanden, noem maar op. Die willen gewoon een nieuwe weg. Die mensen zullen het als zij niet de zorg wezen. Nee, daar ben ik toch echt niet mee eens dat die het een zorg zal wezen. Want ik gaf net al aan dat juist het realiseren van die centrale as absoluut leefbaarheid terugbrengt in de verschillende kernen. En het is ook wat Wilma daarnet al aangaf. Dan pers je dus niet langer veel te veel voertuigen door een weg die er helemaal niet geschikt voor is en ook niet geschikt voor te maken is. En dus gaat die gewoon mee in het reguliere programma voor onderhoud van infrastructuur, waar we gewoon gangbaar voor reserveringen voor in de begroting opnemen. En waar ook gewoon periodiek een schouw plaatsvindt hoe onze wegen eraan toe zijn. En dan wordt zo'n onderhoudsprogramma daar jaarlijks op afgestemd. En zo past dat dus ook voor de straten die je noemt, de Dorpstraat, de Oosterstraat en de Langstraat. Maar net zo goed hier voor de Jan Dijkstraat en de Gelderstraat. Iedereen weet toch dat het aanpassen van een wegprofiel of op het nieuw herinrichten van een wegprofiel niks te maken heeft met de overlast die een weg voor mensen aanwonend heeft. Het gaat om het aantal voertuigen wat daar doorgaat. Ja. Dus we kunnen hem 10, 20, 30 keer opleuken, die weg. Maar je moet zorgen dat er meer vrachtverkeer uit die weg gaat. Je moet zorgen dat je daar ander profiel neerlegt. Op het moment dat je dat kunt en het om kunt buigen naar buiten om, dan kun je ook de weg opnieuw inrichten. Maar ik hoor Toon zeggen 60 miljoen. Maar waar komt dat vandaan? Hoe lang gaat dat duren, die centrale as? Dat is een eindeloos traject. Daar kun je die mensen toch niet op laten wachten, zou je bijna zeggen. Het is geen eindeloos traject. En ik heb die 60 miljoen ook niet genoemd als dat is het bedrag. Ik heb alleen aangegeven dat wat die weg ook gaat kosten, wij die als individuele gemeente nooit alleen kunnen betalen. En dus moet het als goed plan worden weggezet. En daar hebben we inderdaad al veel energie in gestoken. Maar wat ons betreft mag dat nog veel verder worden aangezwengeld, enthousiast op worden ingestoken, zodat dat plan geld genereert. Nou ja, die 60 miljoen is absoluut uit de lucht gegrepen. Dat klopt ook helemaal niet. Waar komen die cijfers dan vandaan? Er zijn een aantal onderzoeken gedaan. En als je die onderzoeken naast elkaar legt, dan zie je dat er ook een aantal dubbelingen in zitten. En dan zitten daar een aantal mogelijke aannames in. Als je al die aannames, nou, en ik heb het straks tegen meneer Schepers ook gezegd, als je die fout met elkaar optelt, dan kom je op 60 miljoen. Als je dat nou eens goed afpelt en je kijkt wat daar gaat gebeuren, kom je op hele andere bedragen. Maar wat wij in Heeselende aan doen zijn, en dan kom ik nog een keer terug op de samenwerkingsverbanden, maar ook bijvoorbeeld op de bulders. Daar hebben wij gezorgd dat we cofinanciering hebben van de BNG gebiedsontwikkeling om de randweg aan te leggen. Dat betekent dat je de geld wat je zelf zou hebben voor de randweg voor bijvoorbeeld de ontsluiting in Leende zou kunnen gebruiken. Op die manier maak je allianties in de regio Brabant breed en zelfs nog landelijk met Rijkswaterstaat. En op die manier kom je tot het aanleggen van die centrale as. En laten we heel eerlijk zijn, een weg leg je niet in een jaar aan, een weg leg je niet in een twee jaar aan. Maar we hebben wel met elkaar afgesproken. 40 jaar hebben we het gedaan over de randweg. Deze komende 4 jaar is er, want het bestemmingsplan ligt in voorbereiding. Dus we hoeven niet nu als partij te zeggen van dat is niet zo. Ja. Dat is wel zo. Jij mag het afronden. De tijd is om, maar jij mag even afronden. Dankjewel. Ik heb echt alleen maar bedoeld te zeggen dat die centrale as meer oplost dan enkel nieuw asfalt aanleggen en dat daar dan auto's overheen, vrachtwagens overheen kunnen rijden. Je creëert daar meer leefbaarheid mee in de kernen, zodat dat dan veel meer een verblijfsgebied kan worden voor mensen die daar ook willen verblijven. En je maakt een mooie ontsluiting tussen het industrieterrein en de snelweg. Dus daarmee dus ook gewoon een economische impuls die onze gemeente uiteraard niet moet laten liggen.
Dat is wat ik wil. Ik heb nog één opmerking, Mariet. omdat het de laatste stelling is. Omdat het de laatste stelling is en maar de laatste kort. Minuten zijn. 1 minuut. Korter. Wij hadden het net over mensen te werk stellen in een uitkeringsfase. Wij hebben in Heeselende de laatste jaar het Clean Team opgericht. Samen met de A2-gemeentes. Daarin hebben wij mensen die heel langdurig in een uitkering zitten, hebben nu vrijwilligerswerk, komen in een traject terecht. Dus jammer dat de anderen het niet wisten, maar wij hebben dit al in Heeselende gerealiseerd. Brabant breed. Dank je wel. Ja. Dit was de laatste stelling in het debat in Heeselende. We hopen dat het u misschien als kijker wat meer inzicht heeft gegeven waar de partijen voor staan. En dat u misschien nu weet, als u het nog niet wist, op welke partij u gaat stemmen 19 maart. Ik wil in ieder geval de 6 partijen heel hartelijk bedanken voor hun medewerking en voor hun visie. En tot over 4 jaar.